Helemaal welkom bij vlogmas nummer 6. Ik werk vandaag van 8:15 tot 2. Dus het is nu trouwens sowieso meestal donker als ik de vlogmas open, maar het is nu nog even extra donker. Gisteren hebben we de Sinterklaas gevierd, zoals je hebt kunnen zien. Vandaag moet ik dus werken en mijn theorie leren. En dat is eigenlijk het enige wat ik echt moet doen, volgens mij. Ik weet het eigenlijk niet echt, maar volgens mij wel. En dat is het voor nu. Ik spreek je later weer. Hey jongens, daar ben ik weer. Het ziet er niet uit. I know. Maar goed. Ik ga nu eventjes mijn adventkalender met jullie doen. Ik ben dus net thuis van werk. Maar dat hadden jullie denk ik wel allemaal gewassen haar kunnen zien. Laten we er adventkalender maar doen. Vandaag komt dus ook de vriend van mijn zusje. Die ga ik vandaag zo in de Klaas cadeaus geven. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. De rest van het gezin vond het in ieder geval heel erg leuk. Laten we naar deze gaan, vakje nummer 6. Het is wel weer een heel eng klein vakje, dus ik denk dat hier iets van een mini nagelvel in zit. Oh, het is een nagellak. Dan moet er ergens ook wel een nagelvel in zitten, ben ik bang. Of een pincet of zo, daar heb ik ook al duizenden van. Maar goed, ik vind het wel echt de meest rottige kalender met dingen eruit halen. Dat vind ik echt. Vooral als ik nu al overal van die... op een plekje bij mijn nagelbed. Nagelring bedoel ik. En dat doet zo'n zeer. Vooral als je dan ook nog dat karton eruit moet halen. Dat is gewoon niet handig. En ik heb best wel, wat ik net gedoucht heb, best wel vette vingers van het in het van mijn haar en zo. Maar ja, goed, pijn niet uit. Dit is de kleur. Het is best mooi rood, moet ik zeggen. Ik ga hem even openmaken. Maar dan is die wel weer beperkt houdbaar. Nee, ik krijg hem niet eens open. Oh jawel. Maar het is wel echt een hele mooie rode kleur zoals je ziet. Wel echt perfect voor de feestdagen. Daar ben ik helemaal met ze eens. Maar ja, goed. Qua kwaliteit. Ja, er zitten leuk op zich leuke dingen in. Als je beginnend make-up doet. Zoals ik bijvoorbeeld. Maar ja, ik ben niet per se beginner. Maar ik doe gewoon niet zo heel veel aan make-up. Ik doe wel wat aan make-up, maar als ik zie wat andere vrouwen allemaal voor dingen op hun gezicht smeren, denk ik, nou, dat doe ik echt niet. Ik doe geen primer, ik doe geen foundation, ik doe geen bronzer en contour, dat doe ik allemaal niet. En dat doen heel veel, dames wel. Ja, ik hou daar echt niet van, maar goed. Ik doe af en toe wel natuurlijk wel blush en highlighter. En natuurlijk mijn wenkbrauwen doe ik met dat wenkbrauwgel. Dat is op zich ook best veel mascara en lippenstift. Dat is al meer dan wat een menig vrouw doet. Ik moet heel even op app reageren en ben ik zo terug. Mijn rijinstructeur, want ik heb dus al bijna week 3 dat ik niet heb gereden. Volgende week maandag heb ik als het goed is dan nu een afspraak. En de dag daarna heb ik theorie, examen en dagcursus. Eerste dag, ik moet dan om 6:45 'S ochtends al in Utrecht zijn tot 3:10. Nou, dat cursus duurt tot 1:00. En dan heb ik om iets voor 2:15 heb ik mijn examen tot 3:10 dus. En dan moeten we nog naar huis met de bus. Dat wordt een erg lange dag, dat weet ik wel. En maandag heb ik dus om 7:30 's ochtends rijles. Dan moet ik de dinsdag om iets voor 5:30 uit bed. Dan moet ik woensdag openen. Donderdag moet ik om 7:45 mijn bed uit. Dus het is de hele week wel een beetje vroeg dan. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind het allemaal wel prima op zich. Ik bedoel, ja, dan raak ik ook nog een beetje aan vroeg opstaan. Een beetje gewend of zo. En dan moet ik volgens mij die zaterdag ook weer openen. Dus het gaat lekker. Maar ja, goed. Het is allemaal voor een goed doel. We krijgen ervoor betaald. En ja, voor een rijles dan natuurlijk niet. Maar daar heb ik wel voor betaald. Dus als ik daar ook wat van terugzie, dan zou dat heel fijn zijn. Maar goed, we gaan naar de sieraden van vakje nummer 6. Ik vind het echt... Dit vind ik ook een klote adventkalender open te maken. Ik zal er niet om liegen. Ja, het breekt zo snel af. En het scheurt niet echt makkelijk mee of zo. Ik vind het... Ik zou geen Amazon adventkalenders doen. Tenminste niet. Kijk, die... Ja... Die kinderbeweging is op zich best te doen. Die Haribo ook wel. De Pickwick ook. Maar ja, ik vind deze. En dan heb je natuurlijk
Die witte en dan die edelstenen. Ik vind het gewoon niet zo van die handige verpakkingen. Maar goed, maakt niet uit. Vond ik er gewoon beter kiezen. Maar het zijn in ieder geval van die zilveren hoepjes met steentjes. Heel mooi vind ik die. Maar ja, aan de andere kant, ik snap dan niet waarom ze nogmaals een goud... alleen maar gouden sluitingjes erbij hebben gedaan. Hadden ze ook zilveren erbij kunnen doen. Want ja, ik vind het goud en zilver aan de achterkantjes een beetje raar om te matchen. Vind ik zelf. Maar ja. Ik vind dat dan... Nee, dan klopt het niet of zo. Maar goed, ik wil dus die maandag ook heel veel gaan bakken en dat soort dingen. En dan is het wel handig. Dan ben ik gewoon al vroeg in bed. Dan kan ik gewoon... Dan heb ik ja, gewoon even genoeg tijd dus. We gaan eventjes naar de edelstenen. Pakje nummer 6. Want als ik dan toch al vroeg aan bed ben, dan ben ik 8:30 ongeveer terug van rijles. Misschien misschien 9:00. Dan kan ik daarna gewoon lekker op tijd mijn ding doen. Ja, ik ga natuurlijk niet om 10:00 ochtends al bakken. Maar je snapt wat ik bedoel. Dit is een steen, de roze steen. Dit is natuurlijk roze kwarts. Of ik verbeeld me. Of zal er nog een roze steen ergens hier? Maar je hebt ook pink kwarts. Maar dat is toch gewoon hetzelfde? Nou, blijkbaar niet. Er staat hier echt twee verschillende dingen. Ja, pink kwarts en roze kwarts. Het is één van de twee. Maar ik denk dat het de roze kwarts is. Maar I don't really know. En I don't really care eigenlijk. Ik vind het leuk om uit te pakken. En dat is het dan ook. Nou ja, ik vind edelstenen heel leuk om te sparen hoor. Maar ja, ik vind deze gewoon niet zo bijzonder of zo. Ik vind dit tot nu toe echt het minst bijzonder aan edelstenen. Ik heb echt wel mooiere edelstenen in mijn collectie. Nou, van de Action chocolaatjes, vakje nummer 6. Nu heb ik ook een klote adventkalender om open te maken. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk hartstikke goedkoop zeg maar, gemaakt. Dus dat vind ik ook niet heel gek. Maar dat vind ik toch jammer dan of zo. Dan denk ik, ja. Dit is een Santa. Gewoon stom. Dan hebben we deze. 6. Het zal wel weer... Een witte kinderbenen zijn. En die heb ik dan vandaag 2 keer. En die andere was er net ook in. Ja, ik vind deze ook niet boeiend. Het is wel leuk. Ja, die witte. Maar het is echt niet boeiend. Want ik had wel... Ja, die andere is ook wel... Zoals ik net koekjes en kinder. Reep. En ook mini benen's. Maar dit is letterlijk... En ik wist dat het kinderbuena's zouden zijn. Maar ik vind het gewoon niet zo boeiend. Nee. Zou ik volgend jaar niet nog kopen. En ik heb hier wel echt veel voor betaald. Want ik zag hem dus bij de kruid liggen voor... Nou, ik denk de helft voor wat ik ervoor betaald heb. Dus daar vond ik er wel even beter op letten. Deze vind ik tot nu toe wel heel erg leuk. Daar was Alwin iets minder over te spreken. Alhoewel over die van kinder ook wel. Dat had ik wel ergens. En die andere kinder vond hij ook niet zo. Maar die, vind ik, die andere kinder vind ik tot nu toe leuker dan die ik net had. Oeh, deze zijn lekker. Die Moan Blocks. Maar dan in raspberry flavor. Die vind ik heel lekker. Die vind ik echt heel lekker. Dat vind ik een van de... Nou ja, ik vind Moan of Moan dus niet zo... Ja, Moan. Ik weet niet ook. Vind ik dus niet zo boeiend. Want het is allemaal taai. En ik vind het gewoon echt niet lekkere snoepjes. Maar deze vind ik dan nog best te doen. Nog best te nassen. Dan hebben we deze. Beauty Adventure vind ik ook lastig om eruit te krijgen. Maar we gaan naar pakje nummer 6. Nou, andersom. 6 is wel een redelijk pakje op zich. Oké, ik denk dat het een shower cap is. We gaan het toch even openmaken. Om het zeker te weten. Ja. Met sterretjes erop. Nou jongens, we kunnen weer douchen zonder dat ons hoofdje nat wordt. Of in ieder geval het haar. En ik doe het nog een stijl ook van kerst. Nou, ik doe hier helemaal geen reden. Want ik douche niet zo heel vaak. Om het gewoon water te besparen en dat soort dingen. Dus ik douche niet zo heel vaak. Dus als ik dan douche, dan was ik eigenlijk altijd mijn haar. Op vakantie douche ik wel heel vaak. Meestal omdat ik er dan even goed gebruik van kan maken. Maar ja, dus ik gebruik dit niet. Ik denk ook niet dat ik dit heel vaak ga gebruiken. Maar ik ga hem nu... Ja, ik wilde hem eerst dacht ik ga ik dit echt gooien. Maar dan dacht ik, nou, hoeft niet per se.
Dan hebben we die van Pickwick. Ik vind het echt leuk dat ik deze heb gekregen. Echt leuk, anders had ik hem zelf gekocht hoor. Maar, oeh, green tea, orange en mandarin. Ik weet niet of wat ik dit wat vind, want ik hou niet zo heel erg van sinaasappel. Maar goed, we shall see. Met wie wil ik kerstkoekjes bakken? Oké, als het gewoon familie is, nou, dan vind ik het bij mijn zusje altijd heel leuk om te doen. Maar als het een bekend iemand zou zijn, dan denk ik dat ik dat wel met Raoul van de bank zitten zou willen doen. Ik denk dat het echt enig zou zijn. Dat lijkt me echt leuk. Dat lijkt me echt heel leuk. Maar ja, dat girls can dream, right? Nee, maar echt, dat lijkt me echt enig. Oh, dit is wel heel klein. Vakje nummer 6 is wel echt heel klein bij deze. Of ik kijk niet goed, maar volgens mij is die teeny tiny. En het scheurrandje is heel lastig. Hè? Oh. Wauw, hier doe ik dus echt helemaal niks mee. En ik ken ook niemand, ja, die dit leuk... Ja, daarom zeg ik, dit is echt voor kinderen. Dat wist ik ook toen ik hem kocht, hoor. Dat het, want toen ik bij de kinder beauty spulletjes bij de Action. Maar ja, wie gebruikt dit nu? Ja, het is wel schattig, want er zit een hartje op en het is paars. Maar verder dan dat is het gewoon, wat moet je hiermee? Ja, dat ga ik wel echt serieus weggooien, want niemand gebruikt dit. Dit gebruikte ik als kind om make-up te doen. En geloof me, dat was nog erger. Maar nee, sorry, dit is hem niet voor mij. Dit gaan we niet doen. Maar dit waren de adventkalenders ook alweer. Dit waren de adventkalenders voor nu. Of nou ja, dit was het voor nu. Maar ik heb mijn plicht weer gedaan. Ik vind het wel leuk om aan jullie te laten zien. Maar ook weer dat ik denk, nou, is het nu echt wel zo boeiend? Want zoals die kinderbewegingen kan ik net goed skippen. Die ene die met alleen maar minis om te laten zien. En die van de Action eigenlijk ook wel. Maar ja, dat vind ik ook wel weer jammer dan of zo. Dus dat vind ik ook weer zo zonde. Maar goed, dat is het dus voor nu. Ik spreek jullie later weer. Aan je paraplu. Oké, voordat ik deze vlogmas wil afsluiten, wil ik even laten zien wat ik van de vriend van mijn zusje heb gekregen. Ik heb een Efteling cadeaukaart gekregen van 20 euro. Yes. Komt mooi van pas, want ik ga 28 december natuurlijk naar de Efteling. Ik wil heel graag een echte kerstbal van Efteling. Dus misschien ga ik er dan een van kopen. En anders koop ik er een boek van of iets. In ieder geval souvenir, want je kan er dus ook eten van kopen. Of je kan het gebruiken voor hotel. Maar ja. Ik geef liever uit aan een souvenir. Dus dat ga ik dan denk ik doen. Goed, ik hoop deze dus vlogmas afsluiten. Ik hoop dat je vlogmas leuk vond. En dan zie ik je daar bij de volgende weer. Doeg!